We vinden dat iedereen het goed moet hebben op de wereld. Daarom moeten wij misschien wel ietsjes minder veel hebben, zodat mensen in arme landen het ook wat beter kunnen hebben. Want als iedereen zo luxe zou leven als wij, zou dat veel te veel energie kosten. Nog één keer goed oefenen, voordat de kinderen van de Brederooschool een hele zaal met volwassen mensen moest toespreken. Gisteren waren ze namelijk uitgenodigd om te spreken op het Nationaal Klimaatplatform in Bussum. Een dag waarop organisaties en mensen samenkomen om te praten over verduurzaming. Zo ook de Brederooschool. We gaan naar Bussum met de hele groep. En wat gaan jullie doen in Bussum? We gaan vertellen over hoe duurzaam onze school is daar. En waarom gaan jullie naar Bussum? Omdat daar een klimaattop is, een soort persconferentie met allemaal belangrijke mensen die daarover gaan. En daar gaan we dan heen, omdat wij op school de dynamo's hebben, omdat onze school heel erg duurzaam is. En wij kijken naar alles wat beter kan en de duurzaamheid naar onze school. Er komen zo'n 1200 mensen, dus best heel spannend. Maar we zijn er klaar voor. Er was ook een speechwedstrijd voor kinderen. Ik heb een speech geschreven omdat daar op de klimaattop hadden ze gevraagd of kinderen van allemaal verschillende scholen uit Nederland een speech wilden schrijven over het klimaat en over onze toekomst en wat er dan allemaal fout gaat. En dan hebben we kinderen gevraagd uit de bovenbouw, groepen 7 en 8, en ook de kinderen van de dynamo's, of ze het leuk vonden om in de herfstvakantie een speech te schrijven. En daar heb ik ook aan meegedaan. Dus even los van dat wij morgen al een hele prachtige, belangrijke rol hebben, zijn we natuurlijk heel nieuwsgierig of we misschien bij de winnaars zijn. Maar ja, de kans is natuurlijk klein, want er zijn al zoveel mensen, kinderen die meedoen. Maar je weet het nooit. De speech van Liva was de beste van alle kinderen. Ze mag nu met haar hele klas naar Nemo in Amsterdam. Ik vraag me af of het veilig is om buiten te zijn. En dat zou niet zo moeten zijn. Maar er is ook hoop. Jullie, de mensen in de regering, kunnen dingen veranderen.